Dankjewel, Monique. Nou, dag iedereen. Ik heb een kleine groep toeschouwers hier. Vooral technici, Stef, Monique. Dus ik kan een beetje naar mensen praten, veel beter dan thuis. Ik ben echt vereerd, je moet dat altijd zeggen. Maar dat meen ik echt, bij zoiets als 50 jaar didactief... dat Monique aan mij gevraagd heeft en ook mij de eer heeft gegeven... om een soort keynote aan jullie te geven. Gebaseerd op het boek op de schouders van reuzen... En het gaat voor mij over dat topdocenten staan op de schouders van reuzen. Ik weet dat iedereen graag wil tweeten en whatsappen en hun Facebook checken en Insta. Ik begreep het, niet Instagram, maar Insta wil doen. Ik vraag aan jullie om even voor de komende 30, 35 minuten jullie weapons of mass distraction, not destruction, even uit te zetten... In ieder geval als de bedoeling is dat je iets hiervan opsteekt. Ik heb een paar tegeltjeswijsheden erbij. En ik ga het niet lezen, dat kan je zelf doen. Maar waar het over gaat, is dat het is niet alleen belangrijk om te weten wat je doet of wat je zou moeten doen. Maar het is nog belangrijker om te weten waarom. Waarom wel? Waarom niet? Hoe iets werkt? Hoe iets niet werkt? Omdat anders ben je bezig om alleen maar kunstjes of trucjes uit te voeren. En een echt een topdocent weet niet alleen maar wat zij of hij moet gaan doen, maar ook waarom. Dit is een quote van Lee Shulman. Jullie, een heleboel van jullie misschien bekend, over docentexpertise. En die schreef... Degene die weten doen, degene die begrijpen, die geven les. Om alleen maar door het te begrijpen, kan je goed les geven. Maar hoe doe je dat? En ik geef je mijn derde tegeltjeswijsheid en dan zijn we er vanaf. Ja? En dat is, we doen dat om op de schouders van reuzen te staan. Dit is een uitspraak. Uit 1600. Het gaat eigenlijk terug naar 1159. Maar het is vaak, als we zelfs iets helemaal nieuws uitvinden, doen we dat dankzij het feit dat we op de schouders van de reuzen op ons domein staan. Nou, ik ga nu komen met een beetje stichtelijk mijn drie-eenheid, mijn onderwijs-drie-eenheid. Wat is goed onderwijs? Voor mij is onderwijs effectief. Dus je haalt wat je wil halen. Wil je het beter maken, probeer je het effectiever te maken. En dat is niet dat je meer leert, maar dat je dieper leert. Het moet efficiënt zijn. In de zin van, het kost je zo min mogelijk, of kan ik eigenlijk beter zeggen... je maakt goed gebruik van de ruimte in je werkgeheugen om goed... te leren, zodat je ook diep kan leren. Je kan het ook efficiënter maken door het sneller te doen, dat is ook goed. Maar dat hoeft niet altijd je doel te zijn. En het moet bevredigend zijn. En sommige mensen zeggen leuk, daar gaat het niet over. Bevredigend is dat je gevoel achteraf hebt dat je iets kan, dat je iets gepresteerd hebt. Dat je iets bereikt hebt. En dat, die drie gelden zowel voor de lerende als voor de docent. En dus... komt te vinden, nou, wat is een goede of een topdocent? Nou, een topdocent heeft goed, diep kennis van haar of zijn domein. Dus hetgeen zij of hij doseert. Die heeft ook veel didactische kennis. Dus hoe breng je dit over? Wat zijn de verschillende technieken? Beginnend bij een voor de klas staan een college te geven... tot en met het werken in... kenniscommunities en weet ik veel wat. Maar alles wat ertussen zit, hoe werkt dat? Hoe doe je dat? En het laatste, en dat is heel belangrijk... en dat wordt een beetje, voor mijn, ja, mijn bescheiden mening, gemist... op de lerarenopleidingen, op de PABO's, is weten hoe mensen leren. Wat gebeurt hier in hun hoofd
als ze gaan leren. Dat is het derde, niet alleen maar weten wat je moet doen, maar waarom. En waarom wel en waarom niet. En in welke situaties wel en in welke situaties niet. Nou, ik ga een viertal dingen uit op de schouders van reuzen, maar ook wat zegt de wetenschap, ga ik aan jullie proberen, kort maar krachtig, als een soort helikopteroverzicht, uit te leggen. De vier zie je hier. Ik probeer mijn dia's niet voor te lezen. Cognitive load theory vertelt ons dat we dat niet moeten doen. De eerste gaat over betekenisvol leren. En dit is een uitspraak van David Aschenbell. Eigenlijk kan je David Aschenbell de man noemen samen met Bob Gagnier. Die helpt de overstap te maken van behaviorisme naar cognitivisme. En daarmee bedoel ik de overstap van het idee van wat hier gebeurt is een black box. Naar een manier om te beschrijven wat hier in je hoofd plaatsvindt. En hij zei, nou het belangrijkste als je iets nieuws wil leren is wat je al weet. Je voorkennis. Maar ja, soms heb je die voorkennis niet. Voorkennis, dat kan je dit in beeldspraak zeggen, een soort anker waar je nieuwe informatie aan hangt. Of je kan het zien als een soort stellage waarin de nieuwe informatie past in de cognitieve schema's in je hoofd. Of zelfs een kapstok waarin de nieuwe informatie opgehangen wordt. Zonder een kapstok doe je iets tegen de muur, valt het op de grond. Hetzelfde met informatie. Met die kapstok kan je het ergens aanhangen. Maar ja, soms mis je die voorkennis. Of missen kinderen de voorkennis. En Dave Aschenbell kwam met het idee van een advanced organizer. En dat is een manier om te zorgen dat als die cognitieve schema hier niet zit, dat je iets creëert, helpt creëren voor de leerling, waarin de nieuwe informatie op kan hangen. En het is geen samenvatting, het is op het abstracte niveau. Dat betekent niet dat het moeilijk is, maar abstracter is om te gaan van hond naar huisdier. Huisdier is abstracter, ja. Het is ook meer omvattend, omdat er zijn meerdere huisdieren. En meer algemeen, omdat zelfs hond is in de hoge orde iets, omdat dit alles van wat ik heb, chihuahuas tot en met Deense doggen. Dus dat is een advanced organizer. En het is een manier van vooraf uitleggen of vergelijken. En ik probeer dat nu met een analogie. Ja? Stel je voor dat je kinderen in de klas iets moet leren over een elektrische stroomkring. Nou, je hebt het over kracht en dus amperes en ohms en weerstand en voltage en alles en nog wat. Wattage. Nou, dat is heel moeilijk. Dat is allemaal nieuw. En de meeste kinderen, zeg maar, in de basisschool, hebben geen idee waar je het over hebt. Maar ze hebben waarschijnlijk thuis een centrale verwarmingssysteem. En daarin heb je, net zoals een stroombron, een accu of uit de muur, heb je daar een warmtebron. Heb je de cv-kachel. En net zoals in een stroomkring heb je draden, hier heb je buizen. En naarmate de buis groter is, kan er meer doorheen stromen. Dat weten ze ook van een tuinslang. Nou, op zo'n manier probeer je even een kader voor ze te scheppen, dat als je straks komt met stroom en kracht en weerstand, dat je hen in staat stelt om dat op te hangen aan die analogie van een centrale verwarmingsstroom. Zelfs je hebt een schakelaar daar en je hebt dan ook zeg maar een thermostaat die het regelt. Dus ze hebben allemaal dingen. Nou, dat is een soort iets vooraf. En hoe werkt dat? Ja, het geeft je de kans om nieuwe informatie te linken aan wat je al weet. Kan je zeggen, dat noemt hij assimilatie. Dat noem ik inbrengen. En subsumptie, het onderbrengen. Dus je brengt iets wat je leert onder een andere iets, waardoor je betekenisvol daaraan kan verlenen en het beter kan onthouden. En ik ga dit niet lezen, kunnen jullie zien. Ik stuur Monique achteraf een pdf hiervan en ze kan het gewoon op de website van Didactief zetten. Kan je het eigenlijk, als jullie de digitale abonnement nemen, kan je meteen doorklikken hier naartoe. En dan hebben jullie het ook. Belangrijkste is, leren is bouwen op wat je al weet.
Een tweede is Baddeley, Baddeley en Hitch. En die gingen een stapje verder. Die zeiden van, uit je hele omgeving komt alles en nog wat op je af. En dat komt in wat hij noemde, zij noemde, sensorisch geheugen. En daaruit let je op dingen, selecteer je dingen. Van alles wat om je heen gebeurt, als je aandachtig naar mij aan het luisteren bent, misschien hoor je de ventilator van jouw computer niet of van je laptop. Nu dat ik het gezegd heb, let je op en hoor je dit. Als je het selecteert, als je niks doet, is het weg. Als je het selecteert, gaat het in je werkgeheugen. En in je werkgeheugen moet je iets ermee doen. Kan je dit herhalen? Kan je het proberen te hangen aan wat al in je hoofd is? Ja? Als je dat niet doet, vergeet je het. Omdat je werkgeheugen is, ja, heeft maar eigenlijk 2 tot 20 seconden ben je dit vergeten. En het is beperkt. Je hebt maar 4, 5, 6, 7 nieuwe elementen tegelijkertijd. Denk aan een reeks getallen. En het is moeilijk om meer dan 6, 7 getallen, als ze betekenisloos zijn, te onthouden. De manier waarop je het brengt in je geheugen is één ding wat belangrijk is. En de manier waarop je het er weer uithaalt is ook belangrijk. Omdat als het erin zit en je brengt het terug naar je werkgeheugen, is het meestal die hele schema. Dus dat zijn niet 6 of 7 of 10 of 20 informatie-elementjes die niks met elkaar mee te maken hebben. Dat wordt dan één chunk, één stuk informatie. En daar gaat het over bij het leren. En als je wil kijken hoeveel op ons afkomt in bits per seconde, het is enorm. Boven de 11 miljoen bits informatie per seconde wat op ons afkomt. Maar ja, zoals ik zei, onze werkgeheugen is zeer beperkt. Die kan maar 4, 5, 6, 7 dingen. Dat is een ongelooflijk flessenhals op dat moment. En daar speelt het leren af. Hoe ga je om met die flessenhals om te zorgen dat je zo goed mogelijk met die kleine hoeveelheid verwerkingsruimte hebt, dat je iets ermee kan doen. Omdat je lange termijn geheugen is praktisch onbeperkt. Op dit moment heeft niemand gevonden wat de limiet is van je lange termijn geheugen. Ja? Langzamerhand takelt het af als je ouder wordt. Ik bedoel, ik ben bijna 70, dus ik zeg altijd van, mijn werkgeheugen is in plaats van 4 plus min 2, het is 2 plus min 3. Dus soms herinner ik helemaal niks. Ja? En mijn lange termijn geheugen, cognitive aging. Nou, dat flessenhals, hoe handel je het, dat heeft te maken met cognitief belasting. Ja? Dat is de hoeveelheid inspanning die je nodig hebt voor een taak en de middelen die je beschikbaar hebt. Nou, dat klinkt heel abstract. Dat weet ik. Dus ik zal proberen weer, als een soort advanced organizer, een analogie te maken. Hier hebben we fysieke belasting. Het lopen van een trap. Een deel van die intrinsieke belasting, inherent aan de taak zelf, is het aantal treden en de hoogte van de treden. Daar kan je weinig aan doen. Daar kan je helemaal niks aan doen. Maar het is ook hoeveel belasting, hoe het voelt voor jou, hoeveel, ja, en zeggen ze in het Engels, effort, inspanning je moet maken, is natuurlijk afhankelijk van hoe fit je bent. Ben je getraind, ben je ongetraind, ben je dun, ben je dik? Dat heeft allemaal mee te maken met hoeveel belasting intrinsiek aan de taak is. Maar je hebt ook extrinsiek of toegevoegde belasting. Bijvoorbeeld hoe je het aanpakt. Als je het probeert 2 of 3 treden tegelijk te doen, aan het einde van de eerste verdieping ben je er snel en voel je oké. Maar tegen het einde van de 3e of 4e verdieping ben je totaal uitgeput. Of als je een rugzak bij je hebt met 20 kilo, dat is ook extra belasting. En sommige mensen doen dat om te trainen. Maar dat maakt de taak moeilijker en soms onnodig moeilijker. Nou, hetzelfde met cognitieve belasting, mentale belasting. Ja? Je hebt intrinsiek, en dat is dan de taak zelf. En het gaat niet over hoe moeilijk of hoe makkelijk, omdat ja, jouw niveau bepaalt of het moeilijk of makkelijk is. Maar hoe complex het is. Hoeveel nieuwe dingen moet je tegelijkertijd verwerken? En zijn er interacties ertussen? Simpelste manier om dat aan jullie uit te leggen is een notenbalk spelen op een piano. Het zijn 8 noten. Zelfde volgorde, even hard, 8 nieuwe elementen als je er net aan het leren bent.
Maar er is geen interactie tussen ze. Er is niet dat een wisselwerking is tussen de do en de re en de mi. Ja? Maar als je een etude van Chopin, die misschien minder noten heeft, de interactie tussen die noten en bij het spelen is veel groter. Dus het gaat niet alleen maar van hoeveel nieuwe elementen, maar de interacties. Maar ja, ik kan geen etude van Chopin spelen. Ja, voor mij, mijn niveau is nul. Maar iemand die een goede pianist is, zou dat misschien, ja, a piece of cake, een makkie zijn. En die extrinsieke, de toegevoegde, is gewoon afhankelijk van de didactiek. Sommige didactische aanpakken leveren weinig extra belasting. Denk eraan als je modelleert, als je iets uitlegt en dan zegt van waarom je dingen aan het doen bent. Dat is een hele goede manier, eerste stap in het leren van iets. Maar het is weinig cognitief belastend. Het geven van uitgewerkte voorbeelden, waarin stap voor stap uitgewerkt is, waarin je dan steeds één van die stapjes weglaat, waarin de leerling dat zelf moet doen, totdat het helemaal alleen doen, dat is weinig belastend. Maar ontdekkend leren, dat is ongelooflijk belastend. Omdat je moet niet alleen maar proberen iets te leren, maar je moet steeds zijn, ben ik dichterbij? Is dit de goede route? Nee, ik moet terug. Die denken over allemaal van zulke soort dingen. Dat is extra belasting die niet helpt bij het leren. En je moet wel bedenken, de bedoeling van het leren is niet om je probleem op te lossen, maar kennis te verwerven bij het leren. Dus weer in de klas. Het belangrijkste hier is weer dat het je werkgeheugen zeer beperkt is. Dus maak maar geen misbruik ervan. Overbelast het niet. Als je dat doet, wordt er niet of nauwelijks geleerd. Zijn er nog meer? Ja, er zijn dingen die we noemen desirable difficulties. Wenselijke moeilijkheden. Moeilijkheden in dat het lijkt alsof het leren iets moeilijker is. En wenselijk is omdat het leidt tot beter leren. Ja? Dus je hebt ook moeilijkheden die je in, voor de voeten kan werpen van de lerende. Die hebben niks mee te maken met het beter leren. Maar dat heeft geen zin. De eerste is spaced practice. En dat is heel oud. Dat gaat terug naar 1885 van Herman Ebbinghaus. En dat noemde hij de forgetting curve. De vergeten curve. En dat is heel simpel. Je leert iets, je hoort iets, je studeert iets. En je komt op 100%. En binnen een dag ben je een heleboel ervan kwijt. Hier op deze staat er 80%. Maar mensen zeggen soms, je verliest 30-40% binnen de kortste tijd. Dat is bijna een nieuwe auto. Je rijdt het de showroom uit en het is meteen 40-50% minder waard. Ja? Maar als je na één dag dat weer terughaalt en naar 100%, dan ben je weer op dat 100%. Maar je ziet dat de curve minder steil is. Dus je vergeet die 30-40% na 2 dagen in plaats van na 1 dag. En dan haal je er weer op en dan gebeurt hetzelfde. Ben je weer op 100%, space practice. Maar dan is de curve nog vlakker. Dus je onthoudt het langer. En dat is toch de bedoeling van het leren? Niet dat je het voor morgenochtend voor een proefwerk klaar hebt, maar dat je het onthoudt. Dat je het straks volgende week, volgende maand, volgend jaar, of voor mij, 65 jaar later, dat je nog steeds dingen weet wat je geleerd hebt. Nou, als je dat bij elkaar zet, dat terug, als je zegt van, nou, wat je doet is, je probeert de forgetting curve weg te werken, maar je probeert een learning curve te maken, waarin je steeds meer en steeds beter leert hoe vaker je in het uit je lange termijn geheugen haalt. En als je dat doet steeds met meer tijd ertussen, des te beter leer je het en onthoud je het. De tweede is retrieval practice. En dat is van Jeffrey Carpicky. En dat is gewoon een soort oefentoetsen. En hier heb ik een voorbeeld van hoe het werkt. Je kan iets lezen en iets herlezen. Dat is die soort donkerblauw balk hier. En je hebt die aquamarine. En dat is als je
retrieve. Dus je leest het en daarna krijg je een oefentoetsje daarna. En iets wat een beetje verdoezelend hier is, is dat als je meteen nadat iemand iets een tweede keer gelezen heeft, in tegenstelling tot een oefentoets heeft gehad, dan zie je dat eigenlijk je leert iets beter, iets meer bij het herlezen. Maar na 2 dagen is het andersom en significant andersom. En na 1 week is het nog meer dat geval. En waarom? Omdat je denkt van, je hebt het gelezen, je leest het een tweede keer. En je denkt van, oh ja, dat herken ik. En dat geeft je het gevoel dat je het geleerd hebt. Maar dat je iets herkent, betekent niet dat je het onthoudt als het er van je gevraagd wordt. En het betekent niet dat je het geleerd hebt. Nou, een heel makkelijke manier om dat te doen is wat heet de Cornell Notes, de Cornell aantekeningen. En dat is een heel simpel iets. Heb je 3 kolommen, of eigenlijk 2 kolommen, rechts en links. Rechts maak je de notities van wat je aan het lezen bent, of wat de leerkracht zegt, of wat dan ook. En als je ermee klaar bent, dan probeer je de hoofdzaken eruit te halen. En dat is in de linkerkolom. Dus je bent de informatie aan het verwerken. En onderaan probeer je dan nog eens een keertje, maar dan een samenvatting ervan te maken. En hier is een voorbeeld van hoe het eruit ziet, kan zien, van iemand die dat gemaakt heeft. Oh ja, ik moet blijkbaar hier staan. Er is geen X op de grond. Ja, goed. En zo zie je hoe iemand met afbeeldingen, weet ik veel wat. Het is heel iets anders dan aanstrepen met allerlei leuke kleurtjes en zo. Maar dit is functioneel afbeeldingen maken. Dat heet generatief leer aanpakken, waarin je vanuit wat je leest of wat je hoort, je probeert een afbeelding van te maken. Je gaat een samenvatting ervan maken. Het zijn allemaal genereren, informatieverwerkende processen. En nou is een combinatie van die forgetting curve met die Cornell notes. Je maakt je aantekening op de eerste dag, dan je laat het zitten. En op de 2e dag ga je het reviewen en schrijf je je sleutelwoorden erbij of vragen erover. En dan wacht je nog eens 2 dagen en schrijf je de samenvatting erover. Vaak met je hand bovenop wordt je al gedaan en gelezen. Dan kijk je van klopt dit en zo niet pas je het aan. En daarna ga je het onafhankelijk van wie dan ook, ga je het doen. Op zo'n manier kan je het combineren. En komen we bij de derde, desirable difficulty. En dat is interleaving of variability of practice. En dat betekent, je wisselt dingen af. En wat bedoel ik? En sommige mensen hebben het verkeerd. Ze denken van, je moet dit in het vakje Nederlands en dat in het vakje. Daarna moet je iets in de geschiedenis of zoiets. Nee, het is binnen een vak. Maar wat we normaal doen, is we leren iets. En we oefenen het ene ding. En dan morgen doen we iets anders. Zeg maar, de eerste dag is het, het leren van hoe je berekent de oppervlakte van een soort driehoek. En de 2e dag van een rechthoek. En de 3e dag over een trapezium. En je oefent het elk als een blok. Terwijl dat afwisselend is, je doet A en dan B en dan C en dan B en dan C en dan A en C. Op een willekeurige volgorde, achter elkaar. En wat zie je dan bij dat geblokt? Als je het A doet, aan het einde van de dag heb je voor 100% A. Maar ja, je bent eigenlijk alleen maar aan het inpluggen tegen de 4e of de 5e keer. Je bent niet eens aan het nadenken over wat je aan het doen bent. En de interleaved, dat is een beetje minder. En dag B naar B. Weer is de blok beter dan de interleaved. En dat gaat zomaar door. Maar uiteindelijk op een proefwerk, waarin je ze allemaal door elkaar hebt, dan ineens is die interleaved veel beter. Waarom? Omdat bij het oefenen heb je geleerd, wat is belangrijk? Wat is saillant in hier? Hoe moet ik het dan doen? Hoe verschilt het ene driehoek van het andere driehoek? Terwijl bij de blokt word je alleen maar aan het inpluggen tegen de 4e of de 5e keer. Je dacht er niet over na, je hoefde dat niet. Nou, zijn er nog meer? Ja. En dat is directe, of wat ik noem eigenlijk liever expliciete instructie. En dan zie je 2 werken van Barack Rosenshine. En voordat ik dat doe, moet ik even een stroomman uit de wereld helpen. En dat is dit. Dat directe of expliciete instructie is
in een collegezaal en luisteren voor 45 of 50 minuten en ongeveer in slaap vallen en 's avonds je huiswerk doen en dan ben je klaar. Dat is het niet. En ik geef je weer een analogie en een voorbeeld die ik gejat heb van Tim Surma. Ik heb een kleindochter. En met mijn kleindochter fietste ik altijd naar school. En dat is in ieder geval als we aan het oppassen waren. Ja? En dan hebben we dingen over wat een rood licht is en wanneer je moet stoppen en zo. En ik wil haar leren om een straat over te steken. En ik hoor steeds van dat directe instructie, het is geestdodend en je kan het vooral niet met kleine kinderen doen. Ja? Nou, ik geef een voorbeeld. Ik sta daar met haar en ik zeg tegen haar, ze heet Elsa, ik hoop dat mijn dochter daar geen probleem heeft dat ik dat zeg. En ik sta daar en zeg maar, Elsa, we moeten oversteken. Wat zie je daar aan de overkant? Nou, een rood licht, opa. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat we niet over mogen oversteken. Oké, en nu is het groen. Nou, laten we gaan, opa. Even wachten. We moeten eerst links kijken en dan rechts kijken en dan weer links kijken. Opa, waarom nog een keer links kijken? Zeg maar, nou, links komt het verkeer, dan kijk je naar rechts, maar je weet nooit of er uit de straat hiernaast een fietser of een auto komt en afslaat. Dus voordat je van de stoep afstapt, moet je eerst goed gaan kijken of je toch niet iets over het hoofd gezien hebt. Nou, oké. Nou, we lopen naar het hoek. Oké, het is groen. Wat gaan we doen, Elsa? Links, rechts, links. Oké, laten we... Nee, even wachten. Neem je bij de hand, je gaat naar de overkant, enzovoorts. Ben ik bezig met directe instructie? Niets meer en niets minder. En ik zeg altijd tegen de mensen die voor het ontdekkend leren zijn. Ik zeg van, nou, neem je kleindochter mee naar een kruispunt in Utrecht, wat heel ontzettend druk is. En laat je kleindochter of kleinzoon ontdekkend proberen naar de overkant te komen. Ik wil liever expliciete instructie. Klinkt een beetje raar, maar zo werkt het. Heel simpel. Ja? En Barack Rosenshine heeft het in een tiental stappen. Het is niet een checklist. Maar je ziet al die soort dingen in. Dat dagelijks daily review. Ja. Zoals Aschenbach zei, het belangrijkste is wat je al weet. En dus dat moet je wel ophalen. Het is ook een soort retrieval practice. Allemaal in kleine stapjes. Ja? Nou, je zag zoals ik het deed, allemaal kleine stapjes. Stel vragen. Elsa, waarom moeten we nou naar links en naar rechts kijken? Om te kijken, heeft ze het begrepen? Nou, ga zo maar door. Tot en met geven van een voorbeeld. Samen met haar dat doen aan de hand. Op een gegeven moment kom je in een ingewikkeldere situatie. Zoals het is niet een gewone kruispunt met een verkeerslicht, maar zonder. Of dat het een driesprong of een vijfsprong is. Op dat moment moet je scaffolds voor difficult tasks, omdat het is ingewikkelder. Ga je terug en zeg maar, nou, hoe verschilt dit van een vorige? En uiteindelijk, als je erachter bent dat iemand iets weet, de kennis en de vaardigheden heeft, dan zeggen we, nou, doe het maar zelf. Je blijft een beetje in de buurt om te kijken dat er geen rampen zijn. Maar dat is dan de independent practice. Dus er is niks tegen in directe instructie van leerlingen zelf problemen laten oplossen of dingen zelf doen. Maar dat doen we nadat ze weten wat ze aan het doen zijn en waarom. En we weten dat het werkt. We zien in de OESO, de PISA-resultaten, op de linkerkant, wat dat is, zeg maar, de teacher-led. En dat leidt tot beter leren. Terwijl aan de rechterkant zien we dat ontdekkend en kinderen zelf het laten uitzoeken. En dat heeft gewoon over alle OECD-landen een negatief effect op het leren. En we zien hier bovenaan de index of teacher... Directed learning interaction. Als docent het leidt, zien we dat het een positieve resultaat heeft. En onderaan zie je, als het niet het geval is, als het inquiry-based instruction, dat het gewoon negatief is. En dus dat is niet een stuk onderzoek van mij, en je zegt van die is bevooroordeeld. Dit is van Schleicher, de man die verliefd is op ontdekkend leren. Zijn eigen resultaten laten zien dat ontdekkend leren gewoon niet werken. En in de woorden van Monique, of Bea, één van die twee heeft dit bedacht, in te lijsten. Dit zijn een vier of een vijftal dingen die je zou kunnen onthouden
om in te lijsten, om te zorgen dat je effectiever, efficiënter en meer bevredigend leren bewerkstelligt. Ja? Om de denkerom, de leerkracht, buiten de leerling, en dat zagen we, de expertise van de leerling, prior knowledge, dat is heel belangrijk, maar buiten de leerling is de docent, de leerkracht, het belangrijkste. Die maken het verschil. Dat is gewoon heel ontzettend belangrijk. En wat voor docenten maken het verschil? Dat zijn docenten die een diep conceptuele kennis hebben en vaardigheden in de leerinhouden, de didactieken en hoe lerenden leren. Wil je iets er meer van weten, dan ben je de 60.000 eerste die misschien op de schouders van reuzen. En ook iets om in te lijsten. Didactief. Happy birthday, didactiek. Happy birthday, Monique en de rest van de groep. Het is mij een plezier om hiermee te zijn. En jij en de werk wat je doet is ook om in te lijsten. Wil je meer contact met mij, als je niet helemaal afgeturnd bent van wat ik allemaal gezegd heb? Je kan altijd contact met mij opnemen. En voor het geval dat je het niet doet, kan je me altijd volgen op Twitter hier. Hier staat het. En krijg je heel vaak, heel snel, weet iedereen als je me mailt, een antwoord. Dat was het. Ja, Paul, ben je moe? Ja. Een geweldig inspirerend verhaal. Wat een mooi vak eigenlijk, hè, doseren. Het is geweldig. Het is net zoals een voetballer zegt van... ik heb de mazzel dat ik van mijn hobby, mijn liefdeswerk, een beroep heb kunnen maken. Ik ben hiermee begonnen in... eind 60, begin 70 jaren. Ja. En ik heb al die jaren kunnen doen wat ik deed, omdat ik maakte van mijn hobby, mijn liefde, mijn beroep. Het is geweldig. Voetballers die gaan met pensioen, maar jij niet zo te zien, hè? Nee, en nou in ieder geval, ik ga met pensioen. Ik heet emeritus, dat betekent de universiteit betaalt mij zijn salaris. Maar mijn vrouw is nog steeds bezig om uit te vinden wat pensioen eigenlijk betekent. Ja? Omdat ik ben... Ja. Ik bedoel, als je ervan houdt... Ja. Je kan niet stoppen. Nee, je hebt een prachtige wereld aan analogie aan ons gegeven. Eentje die ik even onthouden heb is... je moet je slides niet voorlezen voor het publiek. En ik moest gelijk denken aan de... sommige voetbalwedstrijden. Ik weet niet of je een voetballiefhebber bent. Ja. Maar dat je de ene wedstrijd... saai wordt door het commentaar, omdat ze vertellen wat er gebeurt. Frank Snoeks. Nee, sorry hoor. Snoeks heeft wel achtergrondinformatie. Maar... ja, maar hij praat helemaal niet over de wedstrijd. Ja? Nee. Bij iemand zijn oma wel. Okay. Het moet het midden houden. Ja, je moet niet vertellen dat de een naar de ander paast, maar je moet maar iets achtergrond geven. Het klopt. Kijk, je hebt maar één hersenen. Ja. Ja? Je hebt een linker en een rechter helft, maar die zijn al voortdurend met elkaar bezig. Je hebt maar één verwerkingseenheid hier. Ja. Dat is gewoon heel simpel. En als iemand je slide aan het lezen is... dus je presenteert het aan de kinderen, er staat het... en die zijn het aan het lezen... ze moeten het semantisch verwerken, de woorden verwerken. Ze lezen het hardop in hun hoofd of wat dan ook. Als ik tegelijkertijd ermee praat... en precies probeer te lezen... moeten ze ook dat semantisch verwerken. Ja. Twee dingen tegelijkertijd. Dat kunnen ze niet. Ja. Ja. Terwijl als ik mooi een afbeelding heb... en ik praat daaromheen in plaats van een vijftal bullets... en precies dezelfde dingen zeg, maar met een heel steekhoudend afbeelding... of een cyclus of wat dan ook eromheen... dan ineens kan die verbinding gemaakt worden. Dat noemen we dual coding of ik noem het dubbel loops leren in het Nederlands. Ja. En dan kunnen ze die dingen met elkaar integreren... en wordt het spoortje in hun hoofd sterker. Goed. Tot hier, Paul, want... ja, dat weet ik. En nu gaan we eventjes naar Monique, want die zit hier achter de tafel... heel goed in de gaten houden wat voor vragen er allemaal komen. Want ik heb zo'n idee dat mensen in drie kolommen alles zitten op te schrijven... wat Paul heeft geschreven of gezegd. Monique, zijn er vragen? Er zijn heel veel vragen, ja. Ik pik er gewoon een paar uit. Ja.
Eén vraag is, leren is niet om een probleem op te lossen, Paul. Is leren dan een doel op zich? Mijn simpele antwoord is ja. Omdat zonder die fundamenten, zonder de kennis en de vaardigheden, kan je geen problemen oplossen. Het is gewoon heel simpel. Als je niks weet van schaken, kan je moeilijk een schaakprobleem oplossen. Als je niks weet van kwantumchemie, kan je moeilijk een kwantumchemische vraag oplossen. Laat staan dat op een creatieve en steekhoudende wijze. Dus als je wil, ik zeg niet, het doel van het onderwijs is alleen maar dingetjes leren. Maar wil je een probleem oplossen? Wil je met andere mensen communiceren? Wil je creatief over iets kunnen denken en werken? Moet je eerst de basiskennis en vaardigheden hebben om dat überhaupt te doen. Domeinspecifiek kennis en vaardigheden is de basis. Alles volgt daarna. Wel nu, Monique, zijn er nog meer vragen? Want het is ook heerlijk om over te discussiëren eigenlijk. Hè? Maar ja, dit roept natuurlijk van alles op in het kader van curriculumontwikkeling ook natuurlijk. Maar we don't go into that now. Nee. Een andere. Beste Paul, op welke manier kan ik er op mijn school voor zorgen dat deze wetenschappelijke informatie mijn collega's kan ondersteunen bij hun lesgeven, maar er tegelijkertijd ook voor zorgt dat zij zelf aan het stuur blijven in hun onderwijs? Oh, dat is heel simpel. Lees een blog die ik schreef of een column voor Didactief. Nou, fijn. Daarover. Het gaat over teacher learning communities. Ik zeg, het simpelste manier is, je hebt een gratis boek op de schouders van reuzen. De basis staat erin. Niet alles. Ik zou een tweede kunnen schrijven, zonder probleem. Met nog eens een keertje 25 basisartikelen. Dat is geen uitnodiging, Monique. Be our guest. Ja. Als je dat als voorbeeld neemt. En je hebt je docenten, je leerkrachten op school. En je zegt van, oké, we gaan beginnen met ons team. En we gaan beginnen bij hoofdstuk welk dan ook. Het hoeft niet in volgorde, hoofdstuk 17. Ja? Ik zou zeggen, begin bij 1, 2, 3, omdat het geeft je de fundamenten. Maar beginnen. En je zegt van, één van de leerkrachten, misschien twee, die moeten close readen. Die moeten het snappen en eigenlijk een presentatie erover maken. De anderen moeten het diagonaal lezen of kijken naar de extra informatie, omdat het staat in het boek met QR-codes, naar wat erbij is. Ja? En dan ga je eens in de twee weken, voor een uurtje, eerst de twee die het geleerd hebben, goed geleerd hebben, die presenteren het voor 10, 15 minuten aan de anderen. Daarna bespreken de anderen het met elkaar voor nog eens 15 minuten van, wat betekent dat? En misschien moeten we Paul even bellen en vragen van hoe we zitten met een probleem. Geen enkel probleem ermee. En dan de laatste half uur, daar besteed je aan iets anders. Van hoe gaan we dit nou toepassen op onze school of in onze klasse? Zo hou je de heft in eigen handen. En zeggen van, oké, we gaan gebruik maken van dual coding theory of cognitive load theory of weet ik veel wat dan ook. Ja? Hoe gaan we dat doen? Zodat alle leerkrachten op dezelfde soort wijze, dus niet precies hetzelfde, het is geen eenheidsworst, dat met elkaar van, zo gaan we het doen. En aan het einde van het jaar, denk erom, er zijn 24 vakinhoudelijk, aan het einde van het jaar heb je het hele boek doorgenomen. Alle dingen met elkaar bediscussieerd, tot in den treuren uitgewerkt hoe je het in het onderwijs, in je eigen school, in je eigen sectie gaat doen. Hou je de heft in eigen hand, maar heb je ook jezelf bijgeschoold. En het kost je niks. Nou, dat is een heel mooi detail ook, dat die gebeld kan worden op dat soort avonden. Ja, ik kan gebeld worden. Het is een soort doorlopende intervisie, laten we zeggen, dat één keer per maand doen. Maar maximaal een uurtje, want mensen houden ook van om Poolse landdagen te organiseren. Ja, maar dat moet niet. Het moet klein, het moet in elkaar. Maar om de teacher learning community, dan neem je het in de loop van het jaar, het hele boek. En als iemand nieuws komt, dan hebben alle anderen het allemaal eigen gemaakt. En het is heel makkelijk om nieuwe personen in mee te nemen. Ja. En te denken, om je kan uitleggen, we doen dit, maar we doen het wel hier en hierom. Lees hoofdstuk 7. Oké, is er nog ruimte voor? Er is een hele concrete vraag. Welke rol speelt analogie bij leren? Het speelt een heel groot rol, omdat het maakt dingen aannemelijk. Maar het belangrijk van te weten van een analogie is, die loopt altijd op een gegeven moment mis. Ja? Dus zoals ik het had over het gebruik van een cv
met een, om dat te introduceren, die stroomkring. Ja, kijk eens, op een gegeven moment is het ver te zoeken. Ja, hoe het is, omdat bij stroom gaat er te veel stroom door een te dunne draad, dan wordt het warm. En een cv, hopelijk, is altijd warm als die aan is. Dus dat is problematisch. Maar als de druk te hoog is, daar komt de analogie terug. Als er te veel stroom is, dan smelt de draad. En als er te veel waterkracht door een tuinslang gaat, of dat is ook een andere analogie wat je kan gebruiken, dan springt het kopje eraf, wordt papa of wie dan ook hartstikke nat ervan, kan je hartstikke goed om lachen, ja. Maar dan kan je toch weer terug. Dus je moet de beperkingen van de analogieën. Ja, je moet er vooral bij aanleggen. Zeggen dat er geen draad door die stroom, of nee, geen water door die stroomdraad moet. Ja, dat is heel ink. Ja. Maar je helpt wel. Ja. Dus. Ik heb er nog een paar. Okay. Ik heb hier, dat zul je vast iets van vinden. Hoe verhouden zich de 21st century skills tot het leren? En hebben we het natuurlijk, ja, daar zit nog een hele uitleg bij. Ja, dat, maar kijk, ik denk dat je wel ongeveer begrijpt wat ik bedoel. Ik kan een hele college hierover geven. 21st century skills aren't 21st century. Dat is punt 1. Dat is gewoon heel simpel. We zijn problemen al aan het oplossen als homo sapiens sinds we konden denken. Dat is gewoon heel simpel. We zijn met elkaar aan het communiceren. In Mesopotamië in 4.000 tot 6.000 voor Christus was ineens het nodig om getallen en schrift. Omdat men ging over van hunter-gatherer, dus jager-verzamelaar, naar op één plek, omdat één slimme vrouw, en ik zeg dat het een vrouw is, want die was, zeg men, de gatherer, die zag dat als je deze gras 1 naast gras 2 deed, dat ineens de zaadjes groter waren en die konden bewaard worden en kon je de dingen doen. En je hoefde niet steeds te zoeken naar iets anders, je kon iets laten groeien en je kon het door de winter dan gebruiken. Problemen oplossen. Maar ja, als je dat deed, in één plek, moest je een overheid hebben. Kwamen verschillende ambachten. Omdat niet iedereen hoefde te jagen of verzamelen. Maar ja, als ik graan heb en ik geef het aan jou, en jij maakt flessen of weet ik veel wat, en dan moeten we een manier hebben om met elkaar, punt 1, te communiceren, maar punt 2, om te onthouden. Dus spijkerschrift kwam en getallen en wat. Dus dat is allemaal geen 21ste eeuw. En ik kan het gewoon doorgaan. Het belangrijkste is zulke dingen als met elkaar communiceren, problemen oplossen, creatief proberen te zijn, wat je niet aan iemand kan leren, sowieso. Dat kan je alleen maar doen als je eerst de kennis en de vaardigheden hebt binnen het domein wat je aan het doen bent. Ik heb genoeg mensen, ken genoeg mensen, die proberen te communiceren over iets waar ze niks van weten. Ja. En dat moeten we proberen te vermijden. Ja. Dus eigenlijk de hoop van jouw verhaal is toch dat we niet steeds het onderwijs opnieuw hoeven uit te vinden, maar dat we moeten staan op de schouders van reuzen, ja, die er al over nagedacht hebben. En dat we in een traditie stappen, ja, niet van revoluties, maar van aanpassingen. Nou, van evoluties. Kijk, er zijn twee simpele 21ste eeuwse vaardigheden. En dat is dat je informatie moet toetsen aan hoe, of het waar is of niet. Vroeger hadden we alleen maar bibliotheken. Ja? En je ging daar naartoe en er was een gatekeeper daar, een bibliothecaris. En je wist dat de boeken die erin stonden, er zat de juiste dingen in. Ja? En op dit moment is er een internet. En er is geen gatekeeper. Er zit de grootste onzin in. Ja? Nou, dat is iets wat we voor 2000 niet hoefden te doen, omdat dat is ongeveer de scheiding. Het tweede is het beheren van al die informatie. Want vroeger, als je naar een bieb ging, haalde je 4 of 5 boeken, je maakte je aantekening, dat was heel beperkt. Op dit moment, als je ziet de desktops van sommige mensen en hoe ze eruit ziet, je kan alles en nog wat bewaren en dan is de vraag van waar vind ik het terug? Het beheren van die informatie. Nou, dat zijn twee dingen die anno 2021 belangrijk zijn geworden of belangrijker zijn geworden. En dat is een evolutie. Ja. En niet een revolutie van, nee, de ene dag op de andere. En Donald Trump gaat het allemaal ordenen voor ons. Hè? Dus, ik wil alsjeblieft, we zouden aardig zijn vandaag. Monique. En nou, wat ik wel een leuke vraag vind ook,
in verband met het verdere programma vanmiddag. Iemand vraagt ook, Paul, hoe kijk je aan tegen de rol van de relatie leraar-leerling als voorwaarde om leren mogelijk te maken? Dat is een heel moeilijk vraag om te beantwoorden. Omdat we weten van onderzoek, ik weet dat dat een dooddoener is, dat je hoeft niet van je leerkrachten te houden om goede cijfers te krijgen. Dat is gewoon heel simpel. Bijna alle onderzoek, iedereen kan zeggen, het is hartstikke belangrijk om een band met elkaar te hebben. Het is hartstikke belangrijk voor de well-being van allebei. Maar wat eigenlijk telt, en dat is een onderzoek dat Pedro de Bruikere deed over authenticiteit. Een authentieke docent is niet een docent die lief of aardig is. Een authentieke docent is degene die haar of zijn vak goed beheerst. Zijn onderzoek heeft dat. Het is iets anders voor een scoutleader, ja? Maar voor een docent. Een docent wordt vooral gezien als authentiek als zij of hij het vak beheerst. En die kan streng of wat dan ook zijn, maar uiteindelijk leren de kinderen ervan. Dus het is heel belangrijk, maar niet per definitie voor het leren op zich. Oké. Oké. Je hebt nog 2 vragen. Nou, iemand vroeg zich af hoe dat zat met praktische vakken. Of bijvoorbeeld in praktische vakken er misschien toch wat meer nadruk zou moeten zijn op vaardigheden dan op kennis? Nee. Uiteindelijk is het doel ervan vaardig in te worden. Maar een vaardigheid zonder kennis over wat je aan het doen bent, dan ben je een aap die een kunstje geleerd heeft. En dat wil je niet. Je wil een timmerman die een tafel of een stoelpoot kan draaien, die weet van, oh, eik is anders dan berk, is anders dan grenen. En dat betekent dat ik een andere beitel moet gebruiken bij de draaiapparaat. En ik moet dit, dat of het andere. Oh, daar is een noest, zo moet ik het behandelen. Dat is de praktische. Maar zonder die kennis heb je geen goede vakman of vrouw. Oké, de allerlaatste. Is het in veel situaties misschien ook wel niet zo gevaarlijk om fouten te maken? Iemand gaat in op dat voorbeeld van het oversteken. En die zegt, ja, oversteken, oké, daar snappen we, daar volgen we je. Maar in andere situaties is het misschien wel juist heel erg goed om fouten te maken, omdat je daarvan leert. Het antwoord is nee. Er is onderzoek gedaan daarna en het blijkt dat het eerst maken van een fout en dan daarover leren niet beter werkt dan het eerst goed uitgelegd en dan iets te doen. Natuurlijk, als je een fout maakt, is belangrijker dan het fout maken de terugkoppeling, de feedback die je krijgt van de docent om het beter te leren. Dus het is niet de fouten die je maakt die belangrijk zijn. Het is de terugkoppeling op de fouten, zodat er een leermoment ervan komt. Omdat misconcepties opdoen zijn ook heel gevaarlijk, omdat die zijn hardnekkig. En als je door je fouten het idee hebt dat het zo werkt terwijl het niet werkt, dat is harder. Het is moeilijk te unlearn dan het goed te leren. Ja, mooi. Zo, Paul, ongelooflijk helder verhaal. Dank je wel. Ik denk ontzettend inspirerend ook. De manier waarop je het brengt, je knalt volgens mij de beeldbuis uit. Dus dat is heel erg fijn om zo'n congres te beginnen. Dank je wel. Dus zeer, zeer bedankt. Ik denk dat de vragen nog wel even doorlopen, maar dat is niet erg. We pikken dat later wel even op. Onthoud dat Paul dus je komt bijstaan als je echt zo'n intervisieclubje begint en de kennis overdraagt en tegen dilemma's aanloop, maar volg vooral ook wat hij schrijft in Didactief. Dank je wel.